investeren in startende ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en verduurzaming van de luchtvaart. Dat is het doel van het Mainport Innovation Fund. Naast Schiphol Group participeren in dit fonds KLM, Rabobank, TU Delft en, via de technopartnerregeling, het ministerie van Economische Zaken. Het heeft met innovatie te maken, ook vaak met duurzaamheid. En er is dus een team opgesteld en dat team dat selecteert allerlei aanvragen. We hebben er dit jaar iets van 50 aanvragen bekeken. We have together considered that it was also part of a role to promote innovation. And that's why we have created this joint project, I think quite interesting and motivating for us, trying to help innovating young companies. Onlangs ondertekende het Mainport Innovation Fund haar eerste investeringscontract. Het gaat om een investering in het bedrijf Casper BV te Haarlem, in ruil voor een minderheidsbelang. We hebben eigenlijk een drietal producten ontwikkeld. Enerzijds kunnen we vliegbewegingen rond luchthavens volgen. We hebben een product voor geluidsmeting en geluidsregistratie en analyse. En we hebben een klachteninformatiesysteem. Een van de zaken waar we dus de investering van het Mainport Innovation Fund voor gebruiken is om dit netwerk verder uit te gaan bouwen. Nou, je ziet dus de vliegtuigen, je ziet de landingsbanen. Als het heel erg druk is, dan kun je ook heel goed zien bepaalde holdingpatronen. Dat is eigenlijk het mooiste om te zien als we ook de tracks aanzetten voor de zakelijke toepassing. Die we met name gaan gebruiken om de omgeving van luchthavens te informeren. Komt er ook meer informatie over geluid en nog meer detailinformatie over de vluchten. Dan zou je kunnen zeggen, is dat nou zinvol voor? Nou, dat is zinvol voor de omgeving. Want mensen die hier in de buurt wonen, die willen toch graag informatie hebben over de vliegtuigen die over hun hoofd opstijgen dan wel landen. Maar ook de luchtvaartmaatschappijen die hebben daar interesse in. Want je weet als luchtvaartmaatschappij wel je eigen vliegtuigbewegingen, maar niet die van een ander. You see that the aircraft is close to be congested, or that you can request, you can discuss with the air traffic control in order to optimize all these trajectories. So from that point of view, of course, it is clearly possible to develop from Casper new product which will help to make the aviation more efficient in terms of fuel burn. Mainport Innovation Fund kan ons helpen bij het opbouwen van onze wereldwijde marketing. Ze hebben een enorm netwerk en ook de naam en ook de partijen die erachter staan geven ons een enorme geloofwaardigheid in de hele wereld eigenlijk waar we onze business willen gaan doen. Kijk voor meer informatie op www.mainportinnovationfund.nl.